Hoi lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag zijn we in Groningen en velen van jullie hebben waarschijnlijk al een keer onze snacktest video's gezien, de food tours. Het is echt super leuk om te doen, omdat natuurlijk bij een gezonde leefstijl ook het genieten van eten past. En daardoor gaan we altijd dingetjes uittesten, restaurantjes, snacks en van alles nog wat in verschillende steden. Vandaag is onze eerste, moet je nagaan, je woont al je hele leven in Nederland en is dit je eerste keer in Groningen. In ieder geval, eerste keer in Groningen vandaag. Nos heeft dit allemaal uitgestippeld via jullie comments en dingen die ze zelf heeft gezocht. En een vriend van ons die komt uit Groningen en hij zei wacht, eierbal en dat soort dingen. Dus we gaan vandaag heel veel dingen proberen en we beginnen bij... Ik ga een beetje in de weg. Mahalo. Mahalo. Goeie dingen gelezen online, dus ik ben heel benieuwd. Oké, Nos, dat gaat goed. Dit is echt leuk. Ze gaan al om 4 uur dicht apparently vandaag. Online stond 5:30, maar... Prima. We gaan naar de volgende dan. Eigenlijk zouden we lavendel cake hier proberen. Dus nou ja, dat is heel jammer. Maar ik heb een heel lijstje gemaakt van allemaal restaurantjes en zo die we uit gaan proberen. Chair. Dus het volgende waar we heen gaan. Funky Freak. Nou, we zijn er. En het is echt zo'n apart cafeetje. Alles lijkt net getekend. Maar we zijn dus nu hier bij Funky Freak en toevallig stuurde ik eergisteren of zo naar jou ik stuurde dit naar Nos. Het is ook zo'n restaurantje, zeg maar. Maar dat is dus in... Maar was het in Parijs of zo? Ja, zoiets. Maar ik vond het wel echt cool uitzien. Maar dit is ongeveer hetzelfde. Het lijkt er een beetje op, inderdaad. Het is echt... De tafels zijn ook, zoals je ziet, zeg maar tussen haakjes getekend. Ja. En de tafeltjes ook. Echt heel grappig. Kijk maar. Huh? Gemaakt dit met whey. Oh, dat is cool. Er gaat gewoon proteïnepoeder in. Top. Ik heb dus een wrap, chicken wrap, die ik ga proberen. Zien er wel heel lekker uit. Mm-hmm. En we hebben nog een zo'n shake met candy. Dus ik ben benieuwd. Eerste keer in Groningen. Iedereen spreekt hier Engels trouwens. Ja, heel veel Engels. Ja, ik dacht, we gaan Amsterdam uit weer gewoon Nederlands spreken, maar... Het is echt vet. Ik heb nog nooit van mijn leven zo'n shake gehad, wist je dat? Helemaal niet. Nee, echt letterlijk nog nooit. Ik sla dit dus altijd over. Wat zit er eigenlijk allemaal op? Het lijkt een lolly, marshmallows, van die crispy stukjes chocola. Een rolletje, ik weet even niet meer hoe dit heet. M&M's en iets blauws en groen. Maar wat het is, ik heb echt geen idee. Gaan we proeven? Doe maar. Nou, dat is gewoon vanille. Nee, je moet denk ik wel hap nemen met, alles, zoem, met alles erop. Hoor. Dat is een lepel toch? Doe een hele hap. Dat is wel lekker. Dit is echt zo'n... Zeg maar zo'n droom wat je hebt als kind, volgens mij. Als kind, dit is, dit is wat ik elke keer zou bestellen. Ik zweer dat je alles erin doet. En dan gewoon alles door elkaar eet. Het is wel lekker, proef het. Doe maar nu, thank you. En daar hebben we het volgende. Dit lijkt gewoon op een snoepje, wat de hel. Ja, nou. Terwijl het echt een wrap is met kip en zo. Maar ik heb dus in voorbereiding op deze video... en omdat we dus 2 uur moeten rijden naar Groningen, heb ik dus bijna echt niks gegeten vandaag. Dus ik neem 1 slokje net en je proeft zeg maar dat suiker, weet je wel. Mm-hmm. Het is wel lekker. Het lijkt alsof er Oreo of zo daarin zit. Het is echt nice. Dit moeten ze even introduceren bij de bios. Zeg maar. Ja, echt. Waarom is het niet in Amsterdam? Als iemand uit Amsterdam komt en weet waar iets soortgelijks is als dit, drop het even in de comments. Ja. Netjes hoor. Gevulde wrap. Hij is kapot groot. Ja. Moet ik ook een hap van nemen? Ja. Dat is zeg maar een rare combinatie om zoiets zoets te hebben. En dit is helemaal niet zoet. Terwijl ze hebben ook crepes en zo. Maar ik dacht gewoon even iets goeds eten. Eigenlijk wel een goede combo. Weet je nog van vorige keer dat jullie ook vroegen van kan je even de prijs erbij zetten? Deze shake was 7 euro en de wrap was 6,50 euro. Die vind ik wel goed. De wrap vind ik wel
net een beetje te duur, maar ik denk omdat het komt dat het een gemixt restaurantje is. Ja. En deze 7 euro, ja. Dat is ook de... Deze is ook 7, maar een Oreo is 6,5 bijvoorbeeld. Ja, KitKat is 6,5. Ja. Dus het is een beetje gemiddeld, denk ik. Alleen de wrap had wat goedkoper mogen zijn. We zijn net gelijk doorgelopen naar Pure en het eerste wat Nos zegt is... Hun specialiteit is yoghurt, yoghurtvloes, zeg maar, yoghurtijs. Yoghurtvloes? Je gaat gelijk naar Duitsland? Ja. Dus, here we go. Ik ben benieuwd, Nos. Ik zei, we doen spikkels en Nos zei, we doen kersen. Kersjes. Ja. Ja, wacht. Je proeft alleen kers. Je proeft alleen kers. Oh. En je matcha latte. Ja, lekker. Oh, wat schat dat trouwens. Een klein stukje cake. Het is echt lekker trouwens. Is het lekker? Ja, ik hou niet eens normaal gesproken van yoghurt ijs. Nee toch? En jij hebt? Dit is een citroen merengue donut. Dit is de eerste keer in mijn leven denk ik dat ik echt heel erg excited ben in over een donut. We zijn ook naar Duitsland geweest toen, bij die kerstmarkt. Alles smaakt hetzelfde, hè? Ja, en ik heb dus echt altijd met donuts dat alles hetzelfde smaakt. Ik weet niet, het zal vast aan mij liggen, want mensen zijn helemaal gek ook van Krispy Kreme en al die dingen. En hoe heet die ander ook weer in Amsterdam? Dunkin. Dunkin Donut, nou dat vind ik helemaal één pot nat, zeg maar, om het even zo te zeggen. Maar dit ziet er echt lekker uit, dus ik ben heel benieuwd. I knew it. Het is echt goed. Ja? Ja, het smaakt echt naar merengue. Met hele zachte... Ja, ja, donut. Met merengue stukjes. Echt lekker zacht, maar wel vers. En dan dat citroenspul erop. Is echt perfecte combo. Ach, wat al. Ja, ja, oké. Ga dan. Dit is lekker. Wat vind je lekker? Die merengue zit op. Ja, merengue stukjes. Kom maar weer terug, oké? Dat is mijn laatste stukje. Trouwens, wil jij niet proeven? Ik hou nooit zo heel erg van yoghurtijs, maar... Ja. Nee? Ja, ik vind het een beetje te zuur, denk ik. Niet mijn smaak. Ik vind het wel lekker, hoor. Ja. Maar dan langer. Want Jeremy die zegt zomaar, en die matcha latte kunnen we overslaan, toch? Ik zeg, hoe bedoel je? Dat drink je altijd. Hoe bedoel je? Dit is de ultimate test. Mijn matcha latte is over de wereld, moet getest worden, oké? En ik zeg mijn, omdat ik echt een matcha addict ben. En ik vind het heel erg leuk om gewoon nieuwe smaakjes te testen en of ik het echt lekker vind. Op de bovenkant staat een klein stukje kruidencake. Dit is goed lekker. Nou, hier gaan we. Pins, ik ben heel kritisch als het aankomt op matcha latte is, omdat ik hem thuis zelf ga maken. En in mijn mening is het gewoon de beste versie. Mag ik wel zeggen, toch? Oké. Ik moet zeggen, het is wel goed. Ja? Ja. Maar dat zeg ik niet snel, maar hij is echt lekker. Want normaal heb je... Het smaakt ook echt naar matcha ook. Het is echt matcha, maar het is met sojamelk, dus het is iets subtieler, zeg maar. En het is niet te bitter. Want soms, tenminste eigenlijk bijna altijd als ik het buiten haal, is het veel te bitter. En dan zit er dus ook geen verzoetertje doorheen of zo, maar... Dus jij zegt, wil je goede matcha, kom naar Groningen. Wil je proeven? Het is wel lekker. Ik ben wel benieuwd. Is het heet, heet? Nee, valt wel mee. Is goed, hè? En jij bent ook kritisch als het op matcha aankomt hier. Ja, zoals je zegt, het moet niet te bitter zijn, maar ook niet te zoet ofzo. Ja. Ik vind het echt goed gekeurd hoor. Ik krijg een 8 van mij deze. Yep. Ready? Ja, het ziet er echt leuk uit. Het is Korean barbecue. Ik weet het niet. Ja, volgens mij Korean barbecue. Het is echt leuk, kom. Ik echt even serieus, ik kijk er letterlijk net naar. Hè. Ze hebben matcha green tea, Jer. Ik weet dus wel wat jij gaat kiezen. Nou, het punt is, ik zit het wel vol. Dat is dus wel het enige nadeel. Maar ik weet dat je het alsnog gaat kiezen. Yeah. We delen hem wel, ja? Ja, is goed. Is goed. Nee, maar dat is dus wel het enige nadeel van zulke video's als dit. Van, ik heb van tevoren echt alleen ontbijt gehad. En dan zorg ik ervoor dat ik gewoon genoeg kan eten. Maar omdat het zoveel suiker is, zit je op een gegeven moment zo vol al. Maar ik heb altijd plek voor matcha.
Je pakt het nog niet, ik kan niet wachten, hè? Moet ik eruit? Lekker. Wat heb je genomen? Leg eens uit wat het is. We zitten nu dus in een Koreaans restaurant. Vorig jaar met mijn verjaardag zijn we naar Frankfurt geweest voor het weekend. En daar hadden ze dus die... Ja, zo'n high-rated spot, Korean barbecue. We waren daar met z'n vijven en letterlijk iedereen vond het zo lekker. En wij dachten van, hoezo is dit niet in Amsterdam? Waarom kan je dit niet vinden, zeg maar? Dus we waren letterlijk aan het overwegen om terug te gaan naar Frankfurt. Om daar weer, zeg maar, die barbecue chicken te eten, die fried chicken. Maar we zijn hier in Groningen. En ik zag dit op de kaart staan. En dit is dus Korean fried chicken. Honey combo flavor. Er zit een soort van... sticky saus overheen, toch? Ja, het is echt het, zeg maar, proberen waard, zeg maar. Dus als je het kan vinden, try it out. Dit ziet er zo leuk uit. Ik hou er echt van om echt nieuwe dingen uit te proberen. Dit zijn steamed chicken buns. Ze lijken een beetje op gyoza, alleen dan heel anders. En ze zijn ook een beetje chubby, zeg maar zo. Het ruikt echt heel lekker. Ik weet niet helemaal wat dit is. Volgens mij is het sojasaus met groene uitjes. Let's see. Ja? Yeah. Dit is heel lekker. Oh, jij gaat dit ook lekker vinden. Wat zit er nou in? Het is kip. Een soort van kip. Ja, ik weet niet, kip. En het is een hele zachte smaak. Hier. Deed je nou net de camera aan met je mond? Ja. Yep. Ik moet iets doen als ik geen handen over heb. Goeie, hè? Goeie snack. Het is heel lekker. Heel, heel lekker. Hé, hey, en weet je nog wat dit is? Herken je het nog? Ja, maar ik weet niet meer wat het was. Een soort van radijsachtig iets, zeg maar. Waar is het voor? Dat weet ik dus niet. Ik denk gewoon als een mix of zo. Weten jullie dat? Is het gewoon iets wat je erbij hebt? Is het om je smaak te neutraliseren? Geen idee. Nou, en jullie weten net alweer, als er iets met matcha op de menukaart staat, moet ik het uitproberen. Dus ik heb een mocktail gehaald. Het is vooral met citrus en matcha, als het goed is. Er zitten hele dunne schijfjes citroen op. En de onderkant ziet er zo uit. Het ruikt heel erg naar citroen. Oeh, dat is lekker. Ja? Mm. Het smaakt een beetje naar Sprite met Fanta. Sprite met Fanta, Sprite met matcha, zo. Goedemorgen. Heel lekker. Wil je proeven? Oh, nice. Het is heel lekker, hè? Ik vind maar het niet per se naar matcha smaken. Nee, maar het is zuur, dus ik vind het sowieso lekker. Ja, heel chill. Nice. De test. Ten ten ten. Het is wel echt. Waar smaakt het naar? Het heet honey combo, maar het smaakt niet naar iets van een honey flavor, zeg maar. Mm-hmm. Het is wel lekker. Maar het is heel zout. Goeie uitleg. Het is wel echt zout. Ja? Echt zout. Ik denk als je hem helemaal opeet, dat je dan wel in je eentje, zeg maar, dit ding leeg moet gaan drinken. Oh, die is wel heel groot. Het ruikt naar sojasaus. Dus sojasaus zit er sowieso op, sesam. Dit is echt heel charmant, hè, om dan te eten op camera. Oh, het is wel heel lekker. Ja, het smaakt echt naar sojasaus met iets van honing of maplesirup er doorheen of zo. Ja, een beetje. Ik weet niet of ik het goed heb hoor, maar daar smaakt het in ieder geval naar. En zout? Ja. Ook. Binnenkant is het wel echt heel erg juicy. Dat is belangrijk vooral met dit, maar ik vind het heerlijk. Ja, dit. We zijn nu bij een Vietnamees restaurantje geweest. En ik heb het eventjes in laten pakken. Ik zal jullie alvast even laten zien wat het is. Het is een litchi thee met hibiscus en munt. Dat ziet er echt heel erg leuk uit en heel lekker. En ik zal jullie zo even laten zien wat er nog in de tas zit, want het zit helemaal ingepakt. Oké, Twilmers en ik... echt nog vol zit. Zo'n dag eten is wel leuk hoor, daar niet van. Maar je zit echt gewoon echt de hele tijd te eten. En dit zijn geen kleine snacks of zo. Ik krijg hier allemaal dingen binnen wat ik nog moet eten in Groningen. Zoals je kan zien in de vlag van Groningen. Wat de hel? Stuur ja, thuis. Thuis komt uit Groningen. Dus hij zegt, ja, je moet hierheen. Friet van Piet. En dan moet je echt een eierbal. Eierbol. Oh, dat klinkt zo vies. Een eierbol eten. En hij stuurt Smokes Deli Alley. Die heeft blijkbaar een pastrami broodje. Dat stuurde hij dat ik dat moest eten. En een moest van Friet van Piet een eierbol zijn. Hij zei, dat eierbol is of eierbal? Eierbol. Hij zei iets van, het is een bitterbal met ei erin. Ja. Dat is echt Gronings, blijkbaar. Echt okay. Gronings. En hij zei, ja, moet bij Friet van Piet. Moet. En daar zijn we nu, Friet van Piet.
We hebben net best wel veel gegeten, hoor. Dus, ja, ik zit echt nog vol, maar dat maakt niet uit. Het was dus echt een keuze van, oké, of dat pastrami broodje of die eierenbol. En blijkbaar is dat dus echt gewoon niks. Dus daar gaan we voor. En we hebben nog wat jij net allemaal hebt gehaald. Ik ga toch helemaal een stukje, maar ik zit hier te wachten. Krijg ik een app van Jer dat hij weer een ijsje gehaald heeft, want hij kan het weer niet laten. Ik ga het helemaal kapot om deze gif. Hij is zo leuk. Oh mijn god, echt. Oei oei oei. Is je ijsje op, Jer? Wat was ik? Hé, we hebben evidence, hè. We hebben net je app gezien. Stinker. Hier is de... We zitten echt vol, hoor. Kijk, wat doe jij? Als ik een snackbar in ga, ja, het was gewoon, mag ik een ijsje. Ja. Was lekker. Blijk, het is een eierbal. Oh, een eierbal. Ik zei, mag ik een eierbol? Kijk je me zo aan? Oh nee, echt? Een eierbal. Ja, ja, oh, whatever. Dus dit ding is fucking groot. Echt waar? Ja. Wow. Holy shit. Maar er zit echt een ei in dan, of niet? Ik denk wel. Ik ben best wel excited eigenlijk. Is hij heet of? Ja, warm. Mag ruiken? Ruiken jullie eens? Oh ja, nou het ruikt een heel klein beetje. Moet ik hem nu proeven? Ja, doe maar. Mijn eerste eierbal. En wat zit erin? Een kroket. Een kroket zit erin, zei je nou? Maar er zou toch een ei in zitten? Of zit die misschien dieper? Denk het, maar het smaakt naar kroket. Nou, kijk hier. Hey, er zit echt een ei in. Zo cool. Dus eigenlijk is het gewoon een proteïne kroket. Aha, nieuw marketing ding. Bizar. Nu moet je het proeven met ei. Ja, ja. Ik doe mijn best. Het is wel lekker. Serieus. Ja? Ik ben gewoon niet zo'n fan van zo'n rauw, of rauw, zo'n heel ei erin. Maar het ruikt wel lekker. Maar ik ben een beetje bevooroordeeld, omdat ik dus echt niet zo van gewoon gekookte eieren hou. Ik eet het eigenlijk nooit, behalve als Jer er misschien een keer één over heeft. Het smaakt gewoon naar kroket. Ik denk niet eens dat je het gaat proeven. Mensen vinden dit geweldig, hè? Ik weet het nog. Ik snap het wel. Ik mag het eigenlijk niet afkraken hier op YouTube. Want ik weet echt heel veel mensen die zeiden het ook in DM van, oh, ga dat eten. Inderdaad, een vriend van ons die zei, ja, je moet dat echt eten, is geweldig. Ja. Dus. Hij was alleen een beetje upset dat we zijn pastrami broodje niet gaan eten. Oh, echt? Sorry. Oké. Ik snap die combo niet, man. Waarom er een ei in zit. Ja, maar je proeft het ei niet. Wel prima. Nee? Oh, nu proef ik het wel. Jij mag Groningen niet. Nou, dat is niet waar. Oh my god. Nee, maar... Nee, dat is echt niet mijn ding. Maar het komt echt alleen omdat ik niet van gekookte eieren hou. Want de buitenkant, zeg maar, dat vind ik dus wel heel lekker. Jij wil gewoon een kroket. We kunnen ook dat jij de binnenkant eet en ik de buitenkant eten. Of ik eet dit gewoon allemaal. Dat kan ook. Sorry jongens, ik vind het echt niet lekker. Nope. Perfecte plekje gevonden om ons laatste dingetje te eten voor vandaag. Kijk nou hoe leuk. Het is gewoon een parkeerplekje op de weg richting Amsterdam weer naar huis. Picknick. Picknick, hè. Alright, Nos, wat is dit? Ja. Zo grappig trouwens, dat hebben we niet opgenomen. Maar Jer komt net de auto, hij pakt dit uit en zegt... Oh, ik dacht dat het eten was. Ja, jij liep naar binnen en jij zei, ik kunnen ga wat we dingen... even rewind doen met ik zit zo vol. Wij zitten zo vol. Is goed. Maar het is wel, het is echt lekker eten, doof. Oh, ze zijn echt klein. Ja, oké. Ik dacht dat ze wat groter zouden zijn, maar we hebben summer spring rolls. Met, ik denk dat het een soort van sweet and sour sauce is. En we is het hebben. Een rol of? Ja. Dat was twee. Ze zeiden op het menu twee. En ik dacht echt dat ze groter zouden zijn. Maar toen, goed. Dit zijn die dingen die wij thuis hebben gemaakt. Ja, in ieder geval, dit is het. En mocht je dit een keertje zelf willen maken, wij hebben inderdaad een receptje op ons YouTube-kanaal staan. Dus ik zal het even hierboven linken. En dan kan je het zelf proberen. Summer Spring Roll. En deze zijn met garnalen. Dit is spicy. Heel spicy? Voor jou denk ik wel. Zo voor mij. Ja, nou ja. Oké, het is wel spicy. Nee, je hebt gelijk. True, oké. Wat zit er nou op? De buitenkant is gemaakt van een rijstvelletje. En het proeft, het ziet, nou, het is ook niet wit, zeg maar. Het is, er zitten spices op volgens mij, kruiden aan de binnenkant. Ja.
Lekker. Het is wel fris. Ik moet het toch even proberen. Maar dat valt wel mee. Met saus dan is het niet zo heet. Ik vind het eigenlijk echt wel perfect als je bijvoorbeeld iets van een barbecue hebt of zo. Ja. Ja, als zeg maar tegenhanger van omdat je heel veel vlees meestal hebt en zo. Mm-hmm. Dat is wel echt lekker en fris. Maar dit was het alweer. Ja, sorry. Ik dacht echt dat ze groter zouden zijn. Maar wel wel lekker. En wat is dit allemaal? Dit is litchi. Hibiscus volgens mij uit mijn hoofd en rozen. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Er zit dus citrus in. Je ziet litchis aan de binnenkant. Het zijn allemaal verse dingetjes, zeg maar. Munt zit erin en hier zie je dus ook zo'n roze knopje, zeg maar. Kijk. En hibiscus. Je moet even iets hoger houden, want onderin zitten al die dingetjes en dan krijg je er niks uit. Oh. Oh, lekker. Oh ja, groene thee zit er natuurlijk in. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind Groningen echt een leuke stad. Jer en ik zeiden dus dat het heel erg op Haarlem lijkt. Het is geen, in mijn beleving, hele grote stad, maar ik vond die vibe gewoon echt chill. En ik vind het heel, ik denk door alle studenten en zo, iedereen die uit alle landen naar Groningen komt, ik vind het gewoon heel multicultureel qua eten en dat soort dingen. Ik eerlijk gezegd had ik het niet verwacht, maar... Nee, ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik dacht, ik ben nog nooit in Groningen geweest. Ik weet wel dat het een studentenstad is. En toevallig heeft jouw nichtje er ook een tijdje gezeten, zeg maar, vanuit Mexico. Klopt. Groningen doet het goed. Serieus, Groningen is goed. Anyways, hierbij gaan we deze video afsluiten. Maar eerst moeten we natuurlijk wel zeggen dat als jij wil dat we bij jou misschien in de stad dingen komen proeven, drop het even in de comments. En laat gelijk ook even weten wat je aanbevelingen zijn in de stad. Wat je echt moet proberen als wij in je stad komen. Ja, en dan gaat het wel om de snacks, hè, natuurlijk. Ja. Dus niet hele diners en zo, dat redden we niet. Als we snacks. 5 of 6 verschillende dingen uit moeten proberen, dat is echt too much. Als jij bijvoorbeeld de beste snackbar hebt, de beste sushi misschien. Ja. Misschien hebben jullie echt een goed Mexicaans restaurant. Oh, dat is ook leuk. Ja, maar ik denk ergens wel dat ik die wel allemaal heb gevonden, hoor, ondertussen. Ja, denk je? Denken jullie dat ook? Ja, ik ben benieuwd. Laat het weten en dan zien we jullie de volgende keer weer terug.